Ik denk dat ze hier allemaal zot geworden zijn. Dat kussen ligt hier met een reden. Ik ben gisteren opgestaan met een vreselijke rugpijn. Nu klink ik echt oud, hè. Maar ik heb nog ooit één keer zo'n rugpijn gehad. En dat was toen we net verhuisd waren. En ik dus heel de tijd mijn dingen heb gesleurd. Dat heb ik nu niet gedaan. Dus het is echt een compleet mysterie voor mij hoe dat komt. Gelukkig heb ik wel een redelijk goed middeltje. Dat altijd zo maximum 2 uur werkt. Reflexspray. Ruikt naar ziekenhuis. Je spreekt dat erop. En dan wordt je rug koud, warm, alles tegelijk. En dan doet het even geen pijn. En Garfield is daar compleet zot van. Ik weet niet wat ze in dat spul steken. Die is nu letterlijk aan mijn rug aan het lekken. Kan niet gezond zijn. Speed vliegt hier zo voorbij. En zoals altijd, she doesn't give up. Bas is naar de les en vanmiddag moet hij werken in de Kinepolis. Dus heeft hij mij gevraagd of ik wil zorgen dat er een wit hemd van hem gestreken is. Want we hadden vroeger iemand die streek voor ons. En nu niet meer. En we hebben echt superveel mannen strijk staan. Als iemand toevallig gratis voor ons wil strijken. Hook me up. Maar nu ga ik dus een hemd van hem strijken. Want dat doe ik zo graag. Yes. Sturen mensen naar de maan. Maar stof moet je nog altijd strijken. Vind daar eens iets op. Uitvinders. Er hadden ook wat mensen gevraagd hoe het zat met de lampen in mijn studio. Tot nu moest ik eigenlijk altijd naar het raam toe gaan zitten. Omdat als ik omgekeerd zat, dan zit ik altijd met tegenlicht. Kan heel mooi zijn, maar niet altijd. Dus was ik op zoek gegaan naar een lichtoplossing. Veel mensen zetten zo softboxen, zo van die grote dozen met een lamp in en zo een mat doekje over. Maar daar heb ik geen plaats voor. En dan ben ik op zoek gegaan naar ledpaneeltjes. En ik heb nu in mijn studio 2 van die lampjes gezet. Daar eentje en daar eentje. En dat ziet er dan zo uit. Dus als ik nu op mijn gemak in mijn studio iets wil uitleggen aan u, dan ziet je mij ook zitten. Ik denk dat mijn rug heel stilletjes aan en heel klein beetje beter aan het worden is. Maar er is iets dat ik mij al een tijdje afvraag. Ik vind het een beetje raar. Maar ik ga er nog op terugkomen, want het is redelijk goed weer en ik ga even naar de boot toe. Want normaal gezien ligt die hier. Maar zoals je ziet, ligt die hier niet. Maar wel hier, want ik heb gisteren zo nog wat kleine stukjes bijgeschilderd. Dingetjes waar verf was afgegaan. Ik heb dan van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook alles nog een keer mooi op te kuisen. Want dat was ook nodig. Dat is zoals een auto. Die paar lagen buiten staat, direct vuil. Een boot ligt altijd buiten, dus is ook altijd vuil. Maar zie een keer hoe schoon wit. En ook de banken, prachtig proper. Maar nu ga ik nog een paar kleine prutswerkjes doen, waar ik anders niet goed aan kan, als hij aan de steiger ligt. Ik heb hier zo'n heel groot ponton, zodat ik gewoon op mijn gemakje kan werken, overal aan kan. En dan ga ik hem terugleggen waar dat hij normaal ligt. Er is ook een minder gevaarlijke weg. Zoveel lawaai zeg. Ja. Dat is niet veel, hè. Carlos vond zijn boot te klein. Heeft hij er gewoon een stuk op gelast. Extra kamer. Dat zo. En wanneer gaat het klaar zijn? Oeh, dat zal iets anders zijn. Dat weet ik niet. Volgende week? Dat is hier al. Mijn last had er nog niet in zitten, maar ik kan wel volgende week achter siliconen. Dus. Yo. En hoe vind je het? Goed, hè? Ramen aan het schilderen. Er is een coverdak gemaakt, hè? Weet je niet, daarvoor was dat niet. Voilà, hè. In orde. Ja, vanavond ga ik nog eens fitnessen. Dat is al de derde keer dat ik samen met Matthias ga fitnessen. Op iets meer dan een week tijd. Dus we zijn goed bezig. Dus jij, wat is het probleem? Ah, kijk, dat mijn hongers nog even zijn. Willen ze niet afkomen? Nee. Allee, ganzen. Ja, daar zijn ze toch? Voilà. Ik denk dat ze hier allemaal zot geworden zijn. Maar die spreken erover, keelleden. Hier maken die dat lawaai. Ik heb denk ik nog nooit zo'n interessant gesprek tussen ganzen en mensen gehoord. Ze zijn heel interessant. En zo was het alweer een dag uit het leven zoals het is op de werf.
Waar ik het dus over wilde hebben, iets dat ik een beetje raar vind, dat zijn dislikes. Maar ik ga bij het begin beginnen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het ook heel moeilijk vind, maar ik moet mezelf ertoe verplichten. Als ik iets niet goed vind, moet ik er ook bij zeggen waarom. Het is super makkelijk om gewoon te zeggen, ik vind dat of dat niet goed en het zo laten. Daar heeft niemand iets aan. Het is altijd beter om dan meteen ook met een oplossing te komen, of tenminste te zeggen wat je niet goed vindt en waarom. En dat is heel moeilijk. Als ik iets wil afkraken, doe dat niet gewoon om dat te doen, maar zeg ook waarom. En net daarom snap ik dislikes op YouTube niet. Ik mag eigenlijk niet klagen, ik heb er niet zoveel. Ik krijg er eigenlijk nooit veel, maximum zo 3 of zo. Maar er is wel altijd één iemand die, ik denk dat het dezelfde is altijd, die echt binnen het half uur nadat ik een video heb geüpload, een dislike geeft. En vaak zelfs zonder de video gezien te hebben, want als een video 10 minuten duurt, kun je na 1 minuut nog niet weten of je het een goede video vindt of niet. Maar begrijp mij niet verkeerd, ik heb het al vaker gezegd, dat je moet een mening hebben. Iedereen is vrij om een mening te hebben, ook vrij om iets niet goed te vinden. Maar ik vind, en dat geldt niet alleen op mijn kanaal, dat is op elk kanaal, als je iets niet goed vindt, mocht je disliken. Maar ik vind dat als je dat doet, dat je ook moet zeggen waarom. Dat is heel gemakkelijk, heel snel gebeurt in de comments. Als je iemand niet graag kijkt of je vindt iets niet tof, kom dan gewoon niet meer terug. Dat is veel simpeler en veel plezanter voor iedereen. Ah ja, en als je het wel goed vindt, mocht je ook zeggen waarom natuurlijk. En tot zover de boodschap van Algemeen Nut. En nu kunt je genieten van een continuïteitsfout. Als je niet weet wat dat is, zoek het maar eens op en vind ze. Het is woensdagmiddag en ik ben vanavond uitgenodigd door Sander, die gast waar ik mee ben gaan karten een paar weken geleden. Hij is uitgenodigd voor een première. Het is niet van een film. En ik mag mee, maar meer daarover in de volgende vlog. Vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. Als je nog iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan hieronder in de comments. En zondag is er een nieuwe vlog. Tot zondag. Zit, zit. High five. Oh. Ik ook dan. Zit, zit. High five. Super schattige hond heeft ze mee. En dan zegt Evie, ik vind het geen schone. Andere kwaliteiten. Die waren een schoon snoetje dat die. Is toch mooi? Zijn